De vicepresident Ronnie Brunswijk heeft het personeel van het 's Lands Hospitaal beloofd dat er een oplossing komt in de kwestie waarbij zij een overbruggingstoelage uitgekeerd moeten krijgen van de staat. Vandaag is het personeel in grote getallen naar het kabinet van de vicepresident getogen om te vragen naar een oplossing in deze kwestie. De punten heb ik hier. Maar vijf mensen is voldoende. Vijf mensen is voldoende. Ja, dan komen we straks bij jullie terug. Voorzitter van de bond bij het 's Lands Hospitaal, Imro Edam, heeft enkele uren met zijn delegatie en de vicepresident onderhandeld. Edam hield het personeel voor erin te geloven dat Brunswijk ervoor zal zorgen dat het personeel de toelage binnen korte tijd zal ontvangen.